Hallo medegamers, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag zijn we bij Kinepolis en dat is een bioscoop. Daar houdt Nintendo een persevenement en ik ga er samen met een hele goede vriend van mij naartoe om games als Super Mario Odyssey en Mario Rabbids Kingdom te testen. Jullie ga ik even meenemen en daarna ga ik jullie vertellen wat wij vonden van de games. Kan beter, hè? Bijna. Hoe kan het nou? Aandenken. Wat heb je gekregen? Ik heb een arms boxing glove gekregen, yes. Yo, we zijn weer thuis, soort van. En nu ga ik jullie vertellen over alle toffe games die ik gezien heb en gespeeld. Om maar gewoon gelijk te beginnen met het absolute, niet te ontkennen meesterwerk uit de groep. En dat is natuurlijk Super Mario Odyssey. Ik maak nu alvast de volgende claim. Super Mario Odyssey zal zeer waarschijnlijk, denk ik, in de top 10 van best reviewed games of all time komen. En ik ga je nu vertellen waarom. We kregen de kans om aan de slag te gaan met de game in twee levels, in New Donk City en in The Sand Kingdom. De game zag er werkelijk waar fantastisch uit en hij speelde misschien nog fantastischer dan dat hij eruit zag. Xander, de vriend die mee was, die noemde Mario en zijn animaties fluïde. En daarmee bedoelt hij vloeiend of vloeibaar. Mario beweegt gewoon echt als een slang soort van, in een positieve zin. Hij is gewoon alle animaties die hij heeft en in zich heeft en om zich heeft, die zijn gewoon van zo'n ongekend hoge kwaliteit. Het is gewoon bizar. Alles klopt. Hoe hij loopt, alle geluidjes die hij maakt, hoe hij staat te rillen in de kou als hij in een ijsomgeving komt, van hoe hij rent tot hoe hij springt en alles vloeit naadloos in elkaar over. Het is echt top-notch animated quality, gewoon echt. De gameplay zelf speelt ook net zo lekker weg als dat de animaties van Mario eruit zien. Het speelt gewoon echt heerlijk. Er is niks op aan te merken, niet op de camera, niet op hoe hij springt of alles is gewoon, het is perfect gewoon. Iets anders wat echt heel erg tof is, is dat de hele wereld gemaakt lijkt te zijn om de interactie mee aan te gaan. En daarmee bedoel ik dat iedere straatlamp, iedere auto, cactus of gat in het drijfzand, dat doet iets met Mario of jij als Mario kan er iets mee doen. En niet alleen dat, er lijken ook overal kleine en grote geheimen verspreid te zijn. Er waren bijvoorbeeld twee mensen in New Donk City en die waren een touwtje aan het draaien dus, zeg maar. En er was eigenlijk niks dat aangaf dat jij als Mario zijnde daar gewoon touwtje kon gaan springen. Maar ja, dat is natuurlijk wel wat dat dan uitlokt. Dus wat er gebeurde, ik ging daar naartoe als Mario zijnde en vervolgens start naadloos een minigame eigenlijk, waarbij je dan zeg maar 30 sprongen moest maken voordat je dan een collectible krijgt, een supermoon. En de supermoons die zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld shines in Super Mario Sunshine. Maar het is gewoon echt naadloos met elkaar verweven. En als ik zin had, zou ik ook na 9 sprongen gewoon door kunnen lopen. En dan is de minigame gewoon afgelopen zonder dat daar een scherm tussen zit ofzo. Het zit allemaal al ingebouwd. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat je cappy, hè, dat levende petje wat je eigenlijk op je hoofd hebt nu, dat kan je gooien. En daarmee kan je dan voorwerpen, maar ook mensen en vijanden soms zelfs overnemen. Een andere manier waarop dat dus naadloos verweven was met de wereld is, ik kon die cap van hem gewoon gooien naar een taxichauffeur. Die taxichauffeur die was bezig met het besturen van een bestuurbaar autootje, zeg maar.
Doordat ik die cap gooide, werd ik die taxichauffeur eventjes. En kon ik als hem zijnde in weer een minigame. Ja, zeg maar met het autootje door een soort van parcours heen. En als ik die dan goed had gecomplete, zeg maar, als ik die had voltooid, dan kreeg ik weer een supermoon. En dat gebeurde ook weer naadloos. Ik hoef niks aan te klikken. Ik doe gewoon een beweging, iets wat normaal is in die wereld. Ik gooi die cap, dat is iets wat je de hele tijd doet. Ik gooi hem naar hem toe, ik neem hem over en er start weer een minigame. Dat is gewoon, dat is overal zo. Je kan met alles de interactie aangaan. Als er ergens metalen buizen zijn of elektrische lijnen, dan kan je daar ook gewoon je pet naartoe gooien. En dan word je gewoon elektriciteit. En dan ga je gewoon keihard het gebouw op. Of je gooit hem naar een paaltje toe, dan word je het paaltje en dan kan je het paaltje keihard naar achter doen zo. En dan schiet hij je naar voren. En dat is wat het zo leuk maakt. Je kan met alles interacten en dat is gewoon geweldig gedaan. Tot nu toe, van wat ik gezien en gespeeld heb, is er gewoon niks slechts op aan te merken aan Super Mario Odyssey. Alles was gewoon nagenoeg perfect. Ik ben gewoon benieuwd naar de andere werelden of die allemaal net zo interessant zijn als de rest. Niet dat er eentje echt onderdoet voor de rest. Dat je daarop de game bijvoorbeeld zou kunnen afrekenen. Maar als dat niet gebeurt, dan zie ik niet in hoe deze game niet in de top 10 van de beste games ooit gereviewd zal komen te staan. Het is een meesterwerk. Dat kan ik nu echt al zeggen aan alles wat ik gezien heb. Het is eerlijk waar een meesterwerk. De aandacht voor detail is gewoon mind-boggling. Ik meen het, echt waar. Sonic Forces heb ik ook eventjes gespeeld. Ik heb het er ook eventjes over gehad in de E3 video die ik gedaan heb over Nintendo. En daarin was ik eigenlijk overwegend positief. Terwijl ik juist niet echt een Sonic fan ben. Maar daar ga ik helaas op terug moeten komen in de zin van mijn interesse in de game. Want ik heb het dus gespeeld en het voelde gewoon als de meeste andere Sonic games die ik gespeeld heb. En het overtuigde mij gewoon totaal niet. Het kleine beetje interesse wat ik had was eigenlijk weggenomen. De game zag er niet zo mooi uit. Framerate was ook niet echt al dat. Dus daar ben ik snel eigenlijk op teruggekomen. Ik heb ook de functie, of tenminste niet de functie, want je kon niet zelf een avatar maken. Maar je hebt waarschijnlijk ook gezien in die trailer dat je dus zelf een Sonic-achtige character kan maken met een soort van character customization iets. Die modus heb ik dus eventjes uitgeprobeerd, maar daarin kreeg ik gewoon één van twee vooraf gemaakte avatars, zeg maar, die ik kon spelen. Daardoor kreeg ik dan de keuze tussen een soort van vuur aanval die hij dan had, of een ander mannetje met een electric zweep, zeg maar, met een elektrische zweep. Dus ik koos hier van de zweep en ik ging een level spelen. Het was 2D en 3D, tegelijkertijd in één level. Dat is ook al iets wat we eerder hebben gezien, geloof ik, in de Sonic games. Het begon in ieder geval 3D, ik vond het helemaal niet mooi uitzien. Ik vond het niet zo lekker spelen. Als die avatar zijn in ieder geval, als Sonic zelf, wat ik ook heb uitgeprobeerd. Ging dat wel ietsje vloeiender, maar het was gewoon niet zo leuk. Daarna ging je naar een 2D perspectief. Dat was ook gewoon weer Sonic zoals je het kent. En daarmee bedoel ik keihard door het level heen chasen. Terwijl je dat doet, collectibles verzamelen. En dan tegelijkertijd ook nog vijanden, zeg maar, tijdens je supersonische snelheden, zeg maar, een kopje kleiner maken. Maar ik vond het niet echt leuk. En daarnaast heb ik ook nog de derde modus uitgeprobeerd. Met Sonic dus ook. Was ongeveer hetzelfde, maar ietsje beter. Daarnaast heb ik ook nog een boss battle uitgeprobeerd tegen Dr. Eggman. Dat was een soort van als de oude Sonic. En dat was 2D en dat deed me een beetje denken aan de Sonic op spelen.nl. En of Funny Games, weet je wel. Misschien hebben jullie dat ook ooit gedaan in je jeugd. En die vond ik trouwens best wel leuk. En dat was denk ik het leukste aan deze game. Ik weet niet. Voor de rest, dat was echt alleen de boss battle, dus ik weet niet of je die old Sonic nog kan spelen überhaupt in de game daarnaast. Of dat het ook gewoon hele levels zijn, bedoel ik daarmee. Maar dat zou fijn zijn en dat zou waarschijnlijk, denk ik, vind ik, het beste aspect van die game dan zijn. De volgende game is een game die ik niet gespeeld heb, maar wel ongeveer 20 minuten naar gekeken heb in de presentatie daar zo. Yoshi was ook een van de games waar ik niet geïnteresseerd in was. Mijn mening is wel veranderd, maar ik ben niet overtuigd genoeg om hem te kopen van wat ik gezien heb in die presentatie. Wat het meest overtuigde aan de Yoshi game waren eigenlijk de graphics. In de trailer had je het dus al kunnen zien, maar deze Yoshi game die speelt zich dus af in diorama's, zeg maar. Ik weet het Nederlandse woord, weet ik eigenlijk er niet van, maar het zijn een soort van werkstukken gemaakt door kinderen. En het zijn werkstukken die vaak gemaakt worden
op basisscholen, zeg maar. De hele spelwereld is opgebouwd uit letterlijk huishoudartikelen. Dingen als karton, porseleinen borden. Je kan het echt niet zo gek bedenken, of wc-rollen. Het zit er gewoon allemaal in. En dat is iets wat me... Ja, ik had het wel gezien in de trailer, maar het was niet echt zo overgekomen. En na die presentatie op uber groot scherm in, zeg maar, de bioscoop, was ik wel onder de indruk van de graphics. Want het is echt letterlijk a work of art. Het is echt prachtig om naar te kijken. Echt waar, dat heb ik nu dus gezien. Ik heb gewoon respect voor de manier waarop die game is vormgegeven en gebouwd. Het is echt heel mooi om naar te kijken. Maar... ik denk dat de gameplay zelfs ook nog wel redelijk leuk is, maar dingen die het dan weer echt best wel verpesten voor mij was eigenlijk 1. De soundtrack. Dat is iets waar mensen meestal niet op letten, maar de soundtrack, je hoorde eigenlijk op de achtergrond, hoorde je de hele tijd een blokfluitliedje. Je moet het je voorstellen als jij die muziekles had en dan zit je in een groep met 5, 6, 7, 8 andere kindjes en dan ben je samen op de blokfluit aan het spelen. Dat was eigenlijk het soundtrack. Dat is echt niet zo mooi. Dat is echt verschrikkelijk eigenlijk. Het had te veel een kiddie feel. Ik vind Nintendo meestal niet een kiddie feel hebben. Ondanks dat veel mensen dat dan... Ja, mensen vanuit eigenlijk meestal buiten de game-industrie die zeggen zo van ja, het is kinderachtig. Deze game was kinderachtig. Dit was een kinderachtige game, zou ik gewoon... Het is precies hetzelfde als wat ik net zei. Maar ik kan het gewoon niet echt anders omschrijven. Dat komt dus door die diorama's. Die maak je dus op basisscholen. Het komt... Door de soundtrack van blokfluiten en zo. Het was niet heel erg mooi. Het is niet bombastisch of zo. Nee, het is gewoon heel rustig. Blokfluitmuziek. Ja, dus heel die vibe van die game is gewoon echt heel erg kiddy. En dat vind ik... Ja, ik vind dat niet leuk. Ik vond dat niet leuk. Nee. Ja, er is dus niks in die zin dat mij overhaalt. Ik heb wel Yoshi met Baby Mario, die game op de Game Boy Advance, gedaan. En daar kreeg ik bijvoorbeeld helemaal geen kiddie gevoel bij. Oké, granted, ik was 12 of zo. Maar dan nog, ik zou het nu spelen, weet ik zeker. En dan, ook al zit er een baby in de game. En dan nog had ik niet het gevoel dat ik een kinderachtig spel aan het spelen was. Of ben. En dat had ik nu dus wel. Dus Yoshi... Ik heb echt respect voor de game als een kunstvorm of kunstuiting. Want het is echt prachtig. Maar nee, het was niet genoeg om mij over te halen om de game te gaan kopen. Als laatste game van deze video, Pokken Tournament Deluxe, jongens. Deluxe, ja. Hij was al uit op de Wii U. En daarop heb ik hem eigenlijk helemaal niet gespeeld. Dus dit was mijn eerste aanvaring eigenlijk met de game. En ik kon hem hier spelen en tegen Xander ook echt. Wat dus gelijk opvalt als je de game speelt, is dat de game in 3D setting begint eigenlijk. En tijdens dat je 3D vecht, je kan ook echt bewegen in de 3D space. Dus het is niet 2D zo en dat je dan zo à la Tekken aan het bewegen bent. Je kan echt om elkaar heen lopen bijna in het begin. Op een gegeven moment begin je met aanvallen en dan door bepaalde aanvallen die zorgen er dan voor dat het op een gegeven moment 2D wordt. En dan wordt het dus even wel een Tekken-achtig perspectief. Ja, voor de rest vecht het ook ongeveer hetzelfde als Tekken. Je hebt een special, of ja, tenminste, niet qua dat je dat vierkantje driehoekje en de rest van de knoppen, dat die assigned zijn aan verschillende ledemaat. Dat is niet zo. Wel is het zo dat een bepaalde aanval is een soort van special attack knop. Een andere is dan weer gewoon een light aanval, een andere is een heavy aanval. Dus het is in die zin wel anders dan de andere games. Ik vond het er heel goed uitzien, de game. Het was leuk om te kijken naar de aanvallen. Het was ook leuk om uit te voeren. Er zit ook zeker echt wel strategie achter. Je hebt ook een soort van special attack. Die kan je dat doen door op een gegeven moment door een metertje te vullen. En dan moet je L en R drukken. Dan ga je in een soort van modus. En dan als je dan nog een keer L en R drukt... Dan doe je een of andere super aanval. Het was in ieder geval best wel leuk om te spelen. Ik begreep niet heel veel van de dingen die ik deed. Dus het was echt een beetje button bashen in die zin. Maar er kwamen wel hele toffe aanvallen uit. Plus, ik heb Xander 2 keer verslagen. Dus dat was heel leuk. Ik ben ongeveer even geïnteresseerd in de game als ik was voordat ik hem speelde. Dus ja, ik weet niet. Ik denk dat hij nog steeds in huis komt in ieder geval. En dat was dan de video voor deze keer. Er komt nog een part 2. En in die video ga ik de volgende games bespreken. FIFA 18, Flip Wars, Metroid Samus Returns en Mario + Rabbids Kingdom Battle. Die heb ik ook gespeeld, jongens.
En ik zal een klein tipje van de sluier oplichten. Ik ben daar aardig enthousiast over. En daar ga ik jullie de volgende video meer over vertellen. Like even deze video als je deze leuk vond. Subscribe om de volgende video en meer Nintendo Switch en PlayStation 4 en PC content te zien. En dan zie ik jullie heel graag de volgende video weer terug. Laters.